blog heeft dus 2 bezoekers per maand, ikzelf en mijn mama. Ik heb ook één keer iets voor mijn mama geschreven. De wereld, dat vreemde ding waarin we zoeken naar geluk, loopt stilaan op haar laatste benen. Het kreunt onder ons dwangmatig dweilen met deuren open. Ik dacht overlaatst aan vroeger, toen Suske en Wiske nog rolmodellen waren, maar ik hield de wereld geen vingerbreed verder. Mijn moeder haast zich om de feiten te vergeten. Haar buik voelt anders aan, warmer, werter, dranuter. Ze huilt zelden, maar als ze huilt is het prijs. Mocht er een wereldkampioenschap huilen bestaan, mijn moeder haalde zeker goud. Of zilver. De mocha smaakt intens, bijna zoals in de reclame van Côte d'Or. Ik huil zelf bij het afscheid nemen. Ik mis mijn zakdoek. Had ik hem maar meegenomen. Nu sta ik hier te snotteren als een klein kind. Ik ben een klein kind. Het leven lacht mij toe.